Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Mariette Krabbelt Op. Vandaag ben ik op World Bipolar Day afgereisd naar Zeeland om een vlog te maken samen met Petra Dwi, onder andere bekend van Petra etc. Zij heeft ook een bipolaire stoornis. Kom mee, dan laat ik je kennis maken met Petra. Nou mensen, dit is Petra Dwi. Ja. Welkom. Dankjewel. Petra, we zijn van het station zijn we bij jou nu hier in huis. En ik zie hier een lekkere Zeeuwse bolen staan. Ja, tuurlijk. En een lekker kopje thee. Ja. Kan jij me vertellen met wie je hier leeft? En, ik leef hier met mijn man, Koen. We kennen elkaar ontzettend lang al. Toen ik 16 was, kregen we verkering. Koen, die is... heel rustig. Hij is heel zorgzaam voor mij. Ik kom aan niks tekort. En hij is nuchter, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben nogal een prater. Mm-hmm. Zeker 's avonds als ik een drukke dag heb gehad, dan lekker kletsen. En hij is gewoon rustig. Een man van weinig woorden. Mm-hmm. En dat houdt me wel op de been, zeg maar. En we hebben samen een dochter, Fabienne. Die is nu 18. En een zoon, Julian. Die is 13. Ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik heb gewoon echt een stabiele thuissituatie eigenlijk. En we hebben Olaf, een kleine ruwharige dwergtekkel waar ik lekker mee kan wandelen. Ik ga Olaf even laten zien. Ja. Hè, want daar ben je ontzettend gek mee. Ja. We zijn nu met Olaf aan de wandel. En Petra, zou jij mij en de kijkers... kort kunnen vertellen van hoe jouw ziektegeschiedenis eruit heeft gezien. Van hoe, op welk punt het is misgegaan en hoe je gekomen bent waar je nu bent. Ik had een hele goede baan bij Defensie als communicatieadviseur. Maar op een gegeven moment kreeg ik heel veel last van mijn spieren, spierspanningen. Ik werd ontzettend onzeker, faalangst. En ik moest gewoon rust. Ik heb toen ontslag genomen, heel stom. En ik kwam thuis te zitten. Wat natuurlijk best een trigger is van een hele drukke baan opeens naar thuis. En eind dat jaar ben ik voor het eerst in een psychose terechtgekomen. En mijn ouders herkenden wel van, hé, dat is een hele andere Petra. Ja, ik was toen in een verwarde toestand ook naar Zeeland gereden, want ik woon in Alphen. Nou, ik ben toen heel langzaam weer opgeknapt. En een jaar later belandde ik weer in een psychose. Uiteindelijk heb ik er 3 gehad. Ja, wat dan? Dan kom je thuis te zitten. Ik had inmiddels ook een dochter, een babytje. En dan ben je een bipolaire huismoeder zonder werk. Terwijl ik eigenlijk heel ambitieus ben. En hoe heb je het tij gekeerd? Want inmiddels weet ik, maar velen met mij... dat je ontzettend veel bereikt hebt. Ik had zoveel schaamte. Ik had zoveel zelfstigma. Soms denk ik zelfs dat zelfstigma nog veel groter is dan dat we denken dat het stigma is. Dat het anderen van je vinden. En het heeft heel lang geduurd. Uiteindelijk was ik 40. En toen had ik zoiets van, het leven begint bij 40. Ik moest open zijn over mijn psychische kwetsbaarheid. Waar ben je als eerste mee begonnen? Nou, ik heb natuurlijk communicatie gestudeerd. En mijn man zei ook heel de tijd van... ga dan iets doen. Ga een website maken. Of ga schrijven. Ik had zoiets van, waarom? Ik heb toch geen werk. Uiteindelijk ben ik toch een beetje gaan freubelen. Ik wist helemaal niks van websites. En toen heb ik een eerste blog geschreven. Nou, ik scheet echt 7 kleuren stront dat ik hem... Ik liet hem eerst lezen aan een vriendin. Ik vond het zo ontzettend eng. Maar die reageerde heel enthousiast. Mm-hmm. Toen ben ik op die site meerdere blogs gaan delen. Ook via Twitter. Toen heb ik heel veel leuke mensen ontmoet. Lotgenoten. Mensen die ook bezig zijn binnen de GGZ. Om tegen dat stigma in te gaan. Op een gegeven moment was ik ook een beetje klaar met mijn eigen verhaal. Om het te delen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, hoe leuk is het nu als ik anderen ook de gelegenheid geef om hun verhaal te delen. Ja, tijdens het uitlaten van Olaf vertelde je dat je op een gegeven moment jouw ervaringen bent gaan delen met social media. Kan je ons nog wat meer vertellen over wat er verder allemaal nog gebeurd is, wat je allemaal opgezet hebt en
waar dat allemaal toe geleid heeft. En wat dat voor je, wat dat jou ook gedaan heeft. Ik denk echt dat openheid zo belangrijk is voor herstel. Mm-hmm. Juist ook omdat je heel veel zit met schaamte. Je voelt je vaak ook alleen en onbegrepen. En op het moment als je het verhaal gaat delen, je bent bang dat je heel veel negatieve reacties krijgt, maar dat is dus absoluut niet zo. Heel veel mensen herkennen zich erin en je krijgt contact met anderen. Dat is gewoon echt heel fijn. Mm-hmm. Dus het heeft mij, wat dat er gaat, heel veel energie gegeven. Ja, je hebt ook een hele mooie uitspraak gedaan waar je eigenlijk alles aan op kan hangen als kapstok. Ik had bedacht zo van een gesprek met een ander is een kennismaking met jezelf. En dat was de titel van mijn eerste blog. Ja, ik heb het bedacht omdat vaak als je in gesprek bent met iemand, dan krijg je een spiegel voor je. En wat de ander dan zegt, dat doet iets met je van binnen. Je voelt emoties komen. En ik denk dat als je bewust bent van die gevoelens, dat je erover kan nadenken van, goh, hoe komt het nu dat ik mij zo voel? Mm-hmm. En ik denk, als je daarmee bezig bent, om na te denken van, goh, waarom doet dit wat met mij? Het ligt natuurlijk bij jou. Dat je daardoor ook jezelf beter leert kennen. Mm-hmm. Ja. Goed, dat alles heeft geleid tot, tot een website. Ja, ik ben nu Petra et cetera. Dat is wel grappig als ik ergens kom. Dan is het, hey, Petra et cetera. En je hebt een besloten Facebookgroep en een Facebookpagina. Ja. 800-900 mensen. Ja, we gaan nu naar de 1000. Ja. Ik ben echt heel, heel blij mee. Ik had niet gedacht dat... Dat was ook helemaal niet mijn intentie. Te beginnen met een website en zo te groeien. Ik wilde gewoon mijn verhaal kwijt. En uiteindelijk door juist ook andere mensen een podium te bieden, is het denk ik zo'n succes ook. Nou, zo ga ik dus te werk. Achter mijn laptopje. En dan ga ik naar www.etcetera.com. Maar het is eigenlijk ook .nl. En dan kom ik op de site. Met de quote, een gesprek met een ander is een kennismaking met jezelf. En hierboven heb je een stukje over mij, maar ik vond het eigenlijk niet het allerbelangrijkste, zeg maar. Dat is leuk. Mm-hmm. Maar het leukste vind ik de ervaringsdeskundigen, betrokkenen en behandelaars. Er zijn ook downloads, dus een gratis boek, Tika, kan je downloaden. Mm-hmm. Er zijn alle brochures vanuit de Belgische verenigingen en andere brochures ook van Plusminus kun je vinden. En ik heb films, linken naar films en documentaires staan erop. Ik heb ook nog een eigen YouTube-kanaal, maar daar doe ik niet heel veel aan. Er staat wel een presentatie van mij op. Nou ja, dit is dan de pagina, die kan je liken. Maar hier staan dus vaak de blogs. Nu heb ik net nieuwe flyers gemaakt voor vanavond, voor de bijeenkomst. Dus daar heb ik even een leuk berichtje van gemaakt. Maar verder, mijn vlog van Mind, Last Man Standing. Mijn eerste vlog. En gewoon andere gastblogs die mensen hebben geschreven. En de besloten groep laten we nu even niet zien, want het is niet voor niks een besloten groep. Maar die heeft dezelfde layout als deze pagina. Natuurlijk een beetje de vlog voor zitten bereiden. Ja. Op bepaalde plekken geef je ook aan, het gaat niet alleen om pillen, praten, rust. Ja. Er zijn ook andere dingen belangrijk. Ik vind dat binnen de GGZ, natuurlijk, pillen zijn er ter ondersteuning. Ik zeg ook niet dat je ze niet moet slikken. Hoewel ik vind dat als mensen daarvoor kiezen dat dat ook goed is. Als je leven dan anders inricht. Maar het is niet alleen pillen, praten en rust. Je mist heel erg de zingeving. Als je afgekeurd wordt en je komt thuis te zitten en je maakt geen deel meer uit van de maatschappij, voor je gevoel, je staat er buiten, wat heeft het leven dan nog voor zin? En ik denk dat het heel belangrijk is, de ander is er altijd voor mij geweest tijdens mijn ziekteproces. Hoe fijn is het als ik er nu ook kan zijn voor de ander? Mm-hmm. En dat doe ik nu met de website. Ik help anderen. Het geeft mij zingeving. Ik hou van schrijven. Ik hou van bezig zijn, mensen verbinden, contact zoeken via social media. Maar heb je ook het idee dat je nu door de bipolaire stoornis dingen in je leven hebt kunnen doen die je anders misschien helemaal niet had kunnen doen? Als er, en dat wordt wel eens gezegd door Stephen Fry, die loopt geloof ik met zoiets rond. Als er een rode knop zou zijn en ik zou erop kunnen drukken en ik zou niet meer bipolair zijn, dan zou ik niet drukken. Die gevoeligheid heeft mij zoveel geleerd over mezelf. En ik noem dan vaak als voorbeeld, als ik dadelijk in het bejaardentehuis zit, dan kan ik niet zeggen,
dat ik geleefd ben, zeg maar. Want ik heb geleefd. Ik kies echt heel bewust van, dat vind ik leuk, daar krijg ik energie van, of daar krijg ik rust van, dat ga ik doen. Ik wil dus eigenlijk zeggen dat voor herstel, ik denk je wordt stabiel met medicijnen, praten, pillen, oké, maar dan ga je pas echt herstellen en dan heb je je sociale omgeving nodig, zingeving, hobby's, noem maar op. Maar ik vind geloof en spiritualiteit vind ik zo ontzettend belangrijk. Ik heb daar ook heel veel over gelezen en het heeft mij rust gegeven. Van god, waarom zijn we nou hier op aarde? Die grote levensvragen die je toch hebt. Ik wilde toch even dit boekje laten zien. Paul Smit, Verlichting voor luie mensen. Mm-hmm. Ik denk als je dit boekje leest, dan wordt het duidelijk. Ja. Ja. Maar wat ik vooral ook belangrijk vind, je bent niet je gedachten. En ik heb op een of andere manier, ook ja, een soort door mindfulness, noem het, of je ademhaling, een soort afstand kunnen creëren tussen mijn gedrag en mijn emoties. Mm-hmm. En mijn gedachten en wie ik werkelijk ben. Want ik ben niet al die gedachten die door mijn hoofd gaan. Ja. Je hebt die gevoeligheid en je moet hem leren herkennen. Zie het als een soort vriend die soms een beetje erg irritant is. Dat je er niet naar luistert, maar wel juist die beginsignalen herkent. Van hé, hij komt weer opzetten, ik moet nu even rust nemen. Maar Petra, we kunnen inmiddels wel zeggen door alles wat je bereikt hebt met je website en de Facebookpagina en met de besloten groep. Ja, dat je toch wel een soort van voorbeeld en rolmodel voor mensen bent. Ja, vind ik lastig hoor. Ja, maar het is toch wel zo. Dat is ook wel voor mij de reden geweest dat ik helemaal naar Middelburg afgereisd ben. Ja, je timmert gewoon flink aan de weg. En daar heb je ook een mooie prijs mee gewonnen. Ja. De Willem Nolensprijs. Je wordt uitgereikt vanuit het campus voor projecten, onderzoeken. Vaak ook door psychiaters. Mm-hmm. Dat maakt het helemaal leuk dat ik hem nu gewonnen heb. Mensen die iets hebben betekend voor de bipolaire wereld. Mm-hmm. En ik was super trots dat ik als patiënt die prijs in ontvangst mocht nemen. Ik vond het echt een kers op de taart, zeg maar. Nou, Petra, dit is, zoals jij zegt, jouw bipolaire hoekje. Ik zal het even laten zien. Hier staan de boeken en hier nog meer boeken. En hier staat dan het beeldje van de Willem Nolenprijs. Met trots gewonnen. Ja, ik ben echt heel trots. Ja. Petra, je bent ook regionaal contactpersoon voor Zeeland, voor de vereniging Plus Minus. Ja. En wat doe jij als contactpersoon? Wat ik dus het allerbelangrijkste vind, is dat er sowieso een contactpersoon is in Zeeland. Dat mensen hier terecht kunnen. Verder zijn er heel weinig bijeenkomsten hier. Er is een lotgenotengroep in Terneuzen. Daar ga ik zelf niet naartoe. Die zijn zelf heel actief en het gaat heel goed daar zo. Ze zijn ook al heel lang actief. Verder ben ik betrokken bij de psycho-educatie. Die wordt gegeven bij Emerges. Daar ben ik als ervaringsdeskundige. En ik organiseer dus wel eens een regiobijeenkomst. Ik heb 2 jaar geleden heb ik 2 bijeenkomsten georganiseerd bij Emerges. Eentje over herstel en de ander over zwangerschap. En nu vanavond World Bipolar Day in de bibliotheek van Middelburg.